We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Goedemiddag dames en heren, allemaal hartelijk welkom op Kwik. Ik ga u eventjes rondleiden op Kwik. Wij gaan hier vandaag een zeer belangrijke wedstrijd spelen. Dit wordt namelijk de wedstrijd van het jaar. En u moet zich voorstellen dat hier de D1, Kwik D1, gaat spelen tegen de ouders van de kinderen van D1. Het is een groot spektakel. Als u goed rondkijkt, dan ziet u hoe druk het is in de kantine. Iedereen is zeer gespannen. Het weer is ongelooflijk. We hebben hier een hoogstaand schijnende zon. En u kunt zich voorstellen met dit mooie weer dat daar de beste wedstrijd van de wereld gespeeld gaat worden. Ik ga nu even overschakelen naar wat van onze ouders. Ziet u al wat nerveuze gezichten van ouders die straks het veld gaan betreden in een mooi tenue? Ik ga nu eerst eventjes naar onze Maarten. Maarten, wat denk jij wat er vandaag gaat gebeuren? Nou, dat wordt gewoon een walk over natuurlijk. Het verschil in ervaring gaat natuurlijk de doorslag geven. Dat kan geen probleem zijn. En hoe schat je de kansen van de vaders in? Ja, dat wordt gewoon een nulletje of 3-4. Ja, dan hebben we verder ook nog Frank. Frank, voor jou ook graag eventjes een idee wat het gaat worden. Nou, ik hoop op een gelijk spelletje. Ik denk dat de snelheid het toch wel gaat winnen van de ervaring. En dan hebben we hier geloof ik de organisator. De organisator van dit geheel. Ik ga nu even naar Bart kijken. Bart, heb ik het goed begrepen dat jij deze vaders bij elkaar gekregen hebt om de voedsel van het jaar te gaan spelen? De wedstrijd van het jaar te gaan spelen? Ik vind het altijd gevaarlijk om over de wedstrijd van het jaar te spreken. Want dan sowieso, het is januari, dus we hebben nog een lange weg te gaan. En op die manier leg je ook onnodig veel druk op de wedstrijd. Het gaat uiteindelijk toch om genieten. En als je geniet, dan komt het resultaat vanzelf. Kijk, wat zijn mooie. Ik zie hier iemand wegduiken achter iemand, een naamgenoot van me. Maar voordat we naar onze naamgenoot toe gaan, ga ik toch eerst van u, wil ik toch ook al even horen wat u van de wedstrijd denkt. Nou, het is leuk voor de jonge jongens dat ze tegen de ervaring mogen spelen. En ik zeg gewoon 3-0 voor de ouders. Daar twijfel ik geen moment aan. Dick, naamgenoot, sorry. Ja, het is hier een chaos van je welste, maar kom toch nog even terug naar u. Maar wat Mol ook zegt, 3-0 winnen we ook, want twee goede keepers hebben we. Mezelf en Boy, dus de 0 hebben we in ieder geval. Dus ja, het komt goed, Dick. Ja, daar ben ik blij te horen. De kinderen hebben het nog niet gezien. Die hebben zich waarschijnlijk teruggetrokken op dit moment. Ik zie hier nog enige dames. Dames, zijn jullie er voor de morele ondersteuning? Absoluut, absoluut, ja. Voor de morele ondersteuning. Flessen dragen, zweet afnemen enzovoort. Massage. Ja, daar probeert er een te vluchten hier. Daar ga ik even gauw naartoe. Die mevrouw is van de massage. Ik doe niet mee, maar ik ben wel voor de ondersteuning. Vooral voor de moeders die meedoen. Voor de vaders of voor de kinderen? Ja, de vaders ook, maar de moeders vooral. Dus dat, ja. Ik doe niet mee, maar ik juich aan. Dank u wel. Nou, het ziet er allemaal spannend uit. Er komen nog regelmatig wat mensen binnenlopen. Zoals u ziet, er worden over en weer worden er wat nieuwjaarswensen uitgedeeld. En ik zie hier Paulien. Paulien, u bent hier ook aanwezig voor de morele ondersteuning of gaat u mee voetballen? Ik ga natuurlijk voor de morele ondersteuning, hè, voor de mannen. Ik ga niet mee voetballen. Ik ga niet in de weg staan. Kijk, en daar hebben we Kees. Kees probeert ook weg te duiken. Kees, ook de beste wens voor dit nieuwe jaar. Mee voetballen of morele ondersteuning? Nee, ik ga meedoen, Dick. Dus, wat denk jij dat het gaat worden? Ik denk dat het een nipte overwinning wordt van ons. Dus zijn jullie er klaar voor? Maak jullie in, jongens. Niet al de kinderen zijn sprakeloos, een aantal wel. Het kan zijn dat ze al enigszins geïmponeerd zijn door het ervarenheid van de ouders. Maar wie denken jullie, wie gaat er winnen vandaag? Nou, wij natuurlijk. Sowieso. Hoi. 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 Nou, de kleine heren zijn toch enigszins camera schuw. Ik denk dat we straks maar even gaan kijken hoe dat zich in het veld op gaat lossen. Als we naar buiten kijken, dan zien we het aardig regenen. Dus we hopen dat het op het moment dat wij het veld gaan betreden toch een beetje droog wordt. Hier wordt tactiek besproken. Ik hoor al een opmerking van, heeft er iemand goede ideeën? Dat is natuurlijk altijd wel leuk als je in een wedstrijd ingaat, dat je die met goede ideeën ingaat. Dus we zullen even gaan kijken bij de heren wat de goede ideeën zijn. Ik ben namelijk bijzonder benieuwd. Over goede ideeën, wat zijn de goede ideeën? Nou, in mijn optiek moet je vooral geen lange ballen spelen met dit weer. Want het waait ongelooflijk hard vandaag. En Mo, heb jij nog een goed idee of niet? Qua tactiek?
We gaan gewoon 4-4-2 spelen. En dat gaat hem helemaal worden namelijk. Want die gasten kunnen dat niet. Zij spelen 4-3-3. En ze weten natuurlijk niet hoe ze onze spits moeten gaan dekken. De schaduwspits. Dus dat is onze joker. Ja, dit wordt al redelijk ingewikkeld. Ik vraag me af of die tactiek gehandhaafd kan worden. Dat gaan we straks uiteraard in het veld zien. Ik geef u nu graag nog even een shot, oftewel een overview van deze gespierde mannen. Kijkt u eens even, geniet ervan zou ik zeggen. En tot straks. Aangelopen. Nou weet ik niet of dat de coach is of gaat hij mee voetballen? Nee, vandaag ben ik geen coach. Nee. Nee, het wordt echt tegen mijn eigen team voetballen. En wat verwacht je zelf? Ik verwacht uiteraard een overwinning. Voor de ouders dan natuurlijk. Ja. Kijk, de ballen vliegen hier om, Joren. We krijgen straks de line-up. Ik ben heel benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren. Op dit moment is de situatie enigszins chaotisch. Gedeeltelijk, laten we zeggen, veroorzaakt door het weer, denk ik. Het waait niet alleen hard, maar op dit moment klettert het ook. It's raining cats and dogs, zoals de Engelsen zeggen. Op dit moment wordt er nog een voorwedstrijd gespeeld. Deze is zo dadelijk afgelopen. Deze voorwedstrijd is geheel ter ere van de wedstrijd van het jaar, zullen we maar zeggen. Nou, hier zien we wat spelersvrouwen. De spelersvrouwen die maken zich zo te zien al ernstig zorgen. En die vragen zich af of de heren wel heel thuis gaan komen. En wat denkt u? Gaat dat lukken? Ja, de mannen gaan weer heel thuis komen. Dan denk ik wel hoor. Zorgen. Maar voor wie zijn we dan? Voor de kinderen of voor de mannen? Dat is nog even de vraag. Nou, dat gaan we straks zien. Zoals u ziet hebben we hier een stralend zonnetje. Het weer is geweldig. We gaan even kijken hoe de stand op dit moment in het veld is. Was dat. Ja, het bleef eventjes van Kommers daar verstoken. Maar er werd hier bijna gescoord door de Papa Tos, zullen we maar zeggen. Wordt gescoord, maar er wordt getwijfeld aan het doelpunt. Het zou wel eens bij het spel kunnen zijn. Voor de vaders, voor de ouders. En Bart die scoort op een geweldige voorzet van Mascha. En de aftrap vol.
uit tot we de rust ingaan. En ik weet niet of we naar binnen gaan, dat is misschien niet heel onverstandig. We zijn weer begonnen voor de tweede helft. En hier wordt net gescoord door Thomas. Nou, dames en heren, het is einde wedstrijd. De wedstrijd is afgelopen. Wat is het geworden? Het is 3-3 geworden. En ik denk dat we echt 2 punten hebben laten liggen hier. Spijt me wel om te zeggen. Wij waren wel de underdog, maar ze hebben weinig kunnen inbrengen. En uiteindelijk geven wij het helaas nog weg. Maar ja, goed. Dat is erg jammer. Ik ga ook nog even naar Kees. Hallo. Dick. En? Wat is het geworden? Een geweldige ervaring. 3-3 volgens mij. En ik zeg, de jongens zijn weer een jaartje stil. Dus volgend jaar weer. Op naar volgend jaar. Ja. Terug kijken we nu even naar captain Bart. Bart, ben jij tevreden? Ik heb begrepen dat de uiteindelijke stand 3-3 geworden is. Ben jij tevreden over het wedstrijdverloop? Ik ben over het begin buitengewoon tevreden. Dat ging helemaal zoals we het hadden bedacht. En daarna werd het... toch meer sfeer dan voetbal. Maar misschien is het eigenlijk ook wel goed. We hebben nog een heel seizoen te gaan met elkaar. En ik denk dat het daarom een heel goed begin is. Nou, dit lijkt mij een mooie afsluiting. We gaan nu afsluiten. En we wachten nog een halfjaartje tot de volgende wedstrijd. Dit was Kwik.